Ik denk dat het ook een hele mooie is om te zeggen, kijk wat wij nu hebben gedaan met ons eigen bedrijf Noosieling... We hebben gezegd, joh, weet je, uh, we zijn allemaal wel wat ouder, maar we, kijk wat er ook gebeurt. Wij gaan voor elkaar zorgen. Punt. Dat is ook een hele fijne regel om in, te, in je sja uh, neer te zetten. Hè? Dus stel dat er met je gezondheid iets gebeurt. Absoluut. Ja. Of je, je gaat scheiden, of echt een serieus iets. Dat je zegt, joh, weet je, wij zorgen ervoor dat jij nooit in de problemen komt. Ja. Nederlanders zuinig? Helemaal waar. We sparen niet voor niks het afgelopen jaar samen ruim 34,1 miljard euro bij elkaar. Ook blijkt dat een op de zes Nederlanders de digitale betaalwereld niet kan bijbenen. Tot slot duiken we in de wereld van pre-mediation samen met onze gast van de week, Rolof Vos. Vanuit het hart van Amsterdam is dit de vierde aflevering van Doorzetters met Ruud Hendricks en Richard Bros. Want opgeven is geen optie. Opgeven is geen optie. Hallo allemaal, welkom kijkers, want er wordt ook goed gekeken via YouTube. Nou, en welkom luisteraars even... via, via Spotify op en alle andere even... platformen. Richard. Heel even op aanhaken, ja. want ik zat vorige week in Oostenrijk. En dat is ook leuk voor de cameramensen hier natuurlijk. Dus ik kom aan en ik land in Eindhoven. En ik sta te wachten op een, een koffer. En er komt een jongen naar mij toe met een foto en die zegt: mag ik u iets vragen? Bent u dit? En echt een kwartier later kwam er nog iemand, maar dat was een ander iemand. Geluk, het, is, he? het is ongelooflijk. Gewoon kijken. Ja. Je ja. wordt nog een bekende. naam. dat is maar gewoon kijken. Is, ja. het? is gewoon leuk. Ja. Richard, uh, ja. hoe is het? Hoe is het met Lightyear? Want dat is onze uh, wekelijkse uh, running gag bijna. Hè? Ja, het wordt mooi gedocumenteerd zo denk ik. Hè? Dus als je zometeen uh, ja. over een maand of twee of eerder, of over een week of twee, je weet het niet hoe wat er uh, precies gaat gebeuren. Maar nou ja, iedere dag uh, gebeurt er iets. Dat is wel ongeveer uh, een feit. En um... wat wij natuurlijk graag willen weten is: wat gebeurt er dan? Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat er gebeurt is dat er ongelooflijk veel gesprekken zijn tussen de partijen. En ik heb vorige keer gezegd in de podcast dat wat er ook gebeurt, hè, als het uh, uh, doorgaat, uh, maar dan met andere aandeelhouders dan degene die zich echt hebben ingezet dat dat dan een heel vervelend verhaal is. Ja. Is dat een dreigement? Nou, het is geen dreigement, maar het is gewoon echt wat het is. En dat is inmiddels breder getrokken. Dus er zijn veel meer mensen die dat vinden. Dus we hebben ons geunified in een groep. Nou, dat zijn best wel serieuze mensen... die ook veel geld hebben geïnvesteerd in een bedrijf. En het lijkt toch een klein beetje alsof dat... Die, dat, dat vormen van die groep ervoor heeft gezorgd dat de ergste kou uit de lucht is. Het lijkt erop dat de aandeelhouders van het eerste uur, die er samen 200 miljoen in hebben gestopt, dat die niet al hun geld kwijt zijn. Mag dat ik lijkt het zo zeggen? Erop. Ja, dat lijkt erop. Maar goed, dat, dat, ja, dat kan ook morgen weer anders zijn. Maar even, er is wel een kleine verandering gaande. Ja, en we moeten er even bij zeggen, uh, deze opname vindt plaats op 1 februari. Ja. En de ontwikkelingen bij Lightyear gaan bijna net zo, zo snel als de auto rijden kan. Hè? Nou, dat is echt zo. Want kijk, per uur gebeurt er iets. Hè? Want je moet zo zien dat, hoe je het went of verkeerd, er zijn 600 mensen, 650 mensen zonder baan. Heel veel van die mensen zijn aan het solliciteren. Dat zie je op LinkedIn. Non-stop, tenminste als je er een beetje op let. Heel veel filmpjes gaan rond en heel veel mensen reageren daar ook op. Dus ja, je hebt ook niet heel lang de tijd. Ja. Het is sowieso... Ja. En besteed je nu het grootste deel van je tijd aan Lightyear? Ja. En het veiligstellen van je investering? Maar? Ja. Mm. ja, maar het is eigenlijk niet eens veiligstellen van mijn investering. Maar gewoon eigenlijk krijgen waar je recht op hebt. Gewoon mm. qua gevoel. Ja, Weet je, je leest heel veel van die artikelen nu ook in allerlei kranten. Ik las net in de Volkskrant, gisteren in het Parool. en alle kranten schrijven er ook over. En meestal zijn het wel dezelfde meningen die worden toegedaan. Het klopt gewoon niet. Ja, ik heb ook al trouwens uh, opmerkingen gelezen, bijvoorbeeld in Sprout, uh, mensen die zeiden: ja, uh, laat je fake it until you make it tot uh, een, een absolute kunst uh, verheven. Ja, maar dat is natuurlijk in principe totale onzin, want even, wij hebben erin gezeten in ja, de auto. Dat zie je ook in de lieden van, van die op YouTube staat. Hè? En hij rijdt en hij was uh, de meest bekeken auto in Las Vegas tijdens de CES. Uh, dat is twee weken geleden, hè? Twee weken, mm. twee drie weken geleden uh, uh, was hij daar. Nou ja. 40.000, 50 50.000 bezoekers die echt op de stand zijn geweest, in de auto hebben gezeten. Ik hoop dat de rest van jouw week net zo leuk wordt als de avond die ik gisteravond had. Ik was, was in leuk? Change, ja. ja? Waar was je? Ik was in Amsterdam op de, op de Herengracht, zeg ik uit mijn hoofd. Hmm. Bij Energy Change, daar waren twintig investeerders die in startups en scale-ups investeerden. Die heb ik een anderhalf uur mogen toespreken over toezicht houden op start-ups oh. en scale-ups. Oh. Was heel erg gezellig. Allemaal inspirerende mensen, lekker eten. Dus dat was leuk. Uh, ja daar moet je snel ook een keer uh, komen. Ik moet zeggen, voor iemand die met pensioen is gegaan, ben je toch nog redelijk actief in. Ja, zeker. In Ruud, hè? Ja, zeker. Gaat het ja, zeker. Ik uh, vervel me niet, maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat is heel een groot, uh, groot verschil. Um, we hebben natuurlijk alle vaste uh, rubrieken weer. Gek of geniaal. Ondernemen van de week, de blunde van de week, de deal van de week. Um, en we gaan het hebben over ruzies tussen oprichters. Daarvoor is uh, bij ons aangeschoven Roelof Vos. Roelof en ik kennen elkaar al twaalf jaar. Uh, we hebben samen een beetje het fenomeen pre-mediation uh, bedacht. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Omdat wij liever problemen voorkomen dan oplossen. En ik mag wel zeggen dat Roelof daar een kunst van heeft gemaakt en een heel bedrijf uit heeft uh, opgebouwd en daarnaast Roelof uh, viel mij op in de voorbereiding van deze uitzending dat jij ook uh, buitengewoon sportief bent veel sportiever dan ik mij de afgelopen jaren realiseerde want jij bent 148ste geworden bij het wereldkampioenschap wielrennen over 150 kilometer is dat voor veteranen ja. Ja, in Australië ja, officieel ja en het is een uh, evenement van de UCI het is echt uh -huh. officieel en er wordt in uh, leeftijdscategorieën wordt dat uh, verreden en uh, ja, daar moet je ook echt voor kwalificeren. En welke leeftijd heb je, Rolf? Uh, ja, nu in 7, welke categorie In de 50, maar toen ik meedeed, uh, zat ik tussen 50 en 55. Oh, oh dat zo'n beetje ik heb, het, ik heb in het jaar meegedaan dat ik 50 was. Ik denk, dan maak ik in die categorie de meeste kans. kans. Ja, juist, ja. 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 En ja. hoeveel deelnemers waren er? Uh, 250. Nou, zonder... En dat, en, dat, en dat waren dus de mensen die gekwalificeerd waren. Mm -hmm. hè? Dus er gingen drie kwalificatiewedstrijden in Europa vooraf... Mm -hmm. En uh, waar het echt bergachtig was, was het voor mij iets te lastig, want dan moet je echt een lichter weg uh, zijn. Maar in, uh, in uh, Cambridge, de uh, Tour of Cambridgeshire, lukte het om uh, te kwalificeren. Want het ging erom dat je bij de, bij de snelste 25% uh, eindigde. En uh, als je dan achter een hele brede rug gaat fietsen, dan. Uh, dat, dan helpt dat. dat helpt. Weet je hoe deze podcast heet eigenlijk? Ja, doorzetters. Nou ja, vandaar. Hè? Ja. Ja, dus je, ja, jij bent een doorzetter. Dat is, uh, dat is duidelijk. We gaan zo met je over premium mediation praten. Maar eerst nog eventjes dit. Uh, we hoorden het net al van Nienke in de Leader. Uh, Nederlanders hebben vorig jaar, en dat was toch geen makkelijk jaar. Nee. Met corona en alles erop en eraan 34,1 miljard gespaard. Ja. We lezen overal dat er moeten speciale regelingen komen. of voor een prijsplafond voor de energie. Ja. De inflatie loopt op, maar. Ja. we hebben nu met z'n allen 562 miljard op de bank staan. Richard. Ja, heel veel begrijp ik ook niet daarvan. Ik kijk even toen negatieve rente, dan, dan hoef je niet te sparen. Dus dat kan niet. Dus hm. uiteindelijk heb je nu wat is het, 1,5 procent. Dat gaat weer een beetje omhoog. Maar er zijn natuurlijk toch heel veel mensen die ook tijdens de negatieve ja. rente gespaard hebben. Nee, dat klopt ja. Maar uit nou, niet sparen... Die Want die 562 miljard die komt wel ergens vandaan. Die, die komt niet uit het niets. Nee, dat klopt. Maar goed, dat is dan geen sparen. Ze hebben het gewoon... Ja, kijk, sparen dat moet nog wel iets, iets, iets uh, opbrengen hmm. volgens mij. Maar ja, het is ongelooflijk. Dus kijk, die cijfers van recessie en die cijfers van mensen in armoede. En het is er. Hè? Dus het is, het is wat het is. Maar wij nemen dit op in Amsterdam. Het maakt eigenlijk niet uit welke stad je zit. Maar als jij een restaurant probeert te boeken... dan moet je echt twee, drie weken van tevoren boeken. Anders zit het vol. Mm. En die vind ik nog steeds heel erg complex. Maar komt dat niet omdat jij en ik... Eh, en Roelof denk ik ook... Eh, toch een beetje in een bubbel zitten? Ja, nee, wij leven in een waanzinnige bubbel. Maar dan nog... Um... Ja, vind ik het. Kijk, dat sparen. Ik denk juist dat de mensen in die bubbel van ons dan helemaal niet sparen. Tenminste, niet op een bank, hmm. denk ik. Nou, dus ik denk dat veel ondernemers. We hebben het vorige week over schuldhulpverlening gehad. Dat ja, waren dus toch helemaal niet? Nou ja, of ze kunnen niet sparen, of ze zorgen, als ze slim zijn, dat ze wel een appeltje voor de dorst hebben. Voor mindere tijden natuurlijk. Ja. Dus dat is niet zo. Nou ja, maar heel het, is, erg het, is toch, het zijn toch enorme bedragen. Hè? Want als je dat, laten we zeggen, afzet tegen het aantal mensen, dan wordt ja. het nog, nog redelijk. En dat zie je vaak. Bij, bij, ik weet nog goed dat mijn oma en opa overleed. En die hadden nooit iets. Weet je, echt gewoon nooit iets. Totdat ze overleden, dan hadden ze toch nog wel wat. Ja. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe hebben ze dat bij elkaar gespaard? En ik denk dat dat toch nog heel vaak gebeurt. Ja, maar dat is natuurlijk een, 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 een onderkant van de samenleving. Heb ik het niet over jouw opa en oma. Die het wel degelijk heel moeilijk heeft. We hebben het ja. vorige week over die schuldhulpverlening gehad. We gaan het, in de komende weken komt Sander Schimmelpennink hier langs. Om ja. te praten over de verdeling van welvaart. Nou ja, die, die kloof, ja. Die is gewoon. En in dat kader, hè, uh, en over in een bubbel zitten. We hoorden ook net van Nienke: 1 op de zes uh, Nederlanders kan niet mee in de digitale betaalwereld. Dus nee. die weten niet hoe een pinautomaat werkt. Die kunnen niet online bij de Cool Blues van deze wereld uh, dingen kopen. Nee, maar dat is ook te snel ja. gegaan. Hè. Kijk, die, die hele revolutie uh, qua online. Dus er zijn zoveel die zijn afgehaakt rond de 60, 65. Is ook met een mobiele telefoon. En als je dan afhaakt, dan is de rest. Ja, ja je moet het een beetje bijhouden. Je moet het bijhouden. Ja, maar kijk, wij komen natuurlijk vanuit de IT. Dus kijk, ja. als wij afhaken, dan, dan, dan is er helemaal niemand nee, meer. Wij ik. haken het voorlopig nog lang niet over. Nou, dus doorzet. Mag ik nog even aanhaken? Ja, zeker, op, heel en graag, en ik. Uh, ja. Rolf. Ja. Want ik, ik zat daar vandaag nog over na te denken. Eigenlijk, als je kijkt naar het, eh, onze uh, belastingstelsel, is het best wel gek. Ja, je uh, bent ook fiscalist, Dat ja. moeten we er even bij zeggen. Ja. 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 En, dat, en dan heb je het over de, de ongelijkheid die er is. En dan hebben we eigenlijk dat als je geld wil weggeven, moet je schenkbelasting betalen ja mm -hmm. Dat is toch eigenlijk raar. Waanzin. Ja, het... je zou het eigenlijk moeten stimuleren. Ja. Want zo kan je dus zorgen voor een, een hele mooie overheveling. Nou, die vijf regels die jij heeft opgesteld, die heb ik dan. Eén daarvan vind ik echt heel gaaf. Door de, als jij bijvoorbeeld 18 wordt. Dat de overheid jou gewoon 100.000 euro geeft. Ja. Want het is ook zo gek dat als je sterft, heb je geld, maar dan heb je het in principe natuurlijk niet meer nodig. nodig. Ja. Nee. Dus geef nou het geld aan de mensen als ze het nodig hebben. En dat is zo rond die leeftijd. Ja. Ja. En dan maar mag maar je het goed. gewoon gebruiken aan dingen die er echt toe doen. Sander vindt als, je, als mensen geld ontvangen, waar dat dan ook vandaan komt, dan moet je gewoon belasting betalen. Want je hebt er de facto niets voor gedaan. Ja. Ja. Maar daar en... gaan we het met Sander over hebben ja. in, de, in de komende weken. Uh, waar we het vanavond uh, of vandaag over gaan hebben, dat is uh, over ruzies... Tussen oprichters. Ja. En, uh, en vooral over hoe je die kan uh, voorkomen. En ik, ik begin eerst even bij Richard. Ja. Want Richard, ja, als je zoals jij en ik al een tijdje zaken doen, mm. ik ben 63. Ik heb ook wel eens ruzie gehad met een, met een, met een medeoprichter of een compagnon of een mede aandehouder Ik neem aan dat het jou ook niet vreemd is. Nou ja, volgens mij ben je een stukje mediator geweest in uh, toen uh, het bedrijf dat ik zelf had mogen oprichten, hè, Dinosaurs, waar er. Uh, nou, dat was nog niet eens ruzie tussen twee founders, maar het werd uiteindelijk onwerkbaar... Hè, door de situatie die toen ontstond, ook met de investeerders. Ja, en ik kijk, ik had uh, vroeger een collega... Uh, want ik heb altijd wel bedrijven gestart met aantal, hè, met meerdere mensen... en één uh, die zei altijd, zijn naam is Joop, dus als hij het hoort... dan weet hij dat hij het is. Weet je, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Mm -hmm. En dat zijn van die one-liners dat je denkt, ja jongens... Even. net zoals dat je eigenlijk de ketel moet checken voordat het koud wordt... En je doet het niet, weet je? Je denkt, ah nou ja, goed, hij werkt prima en dan wordt het koud en dan zitten mensen dus met een niet werkende ketel. En hetzelfde geldt voor het dak. En hetzelfde geldt, dus als jij start. Hè? Dus ik vind eigenlijk wat jij doet of wat jullie samen uh, hebben opgetuigd, ja, dat is prioriteit 1, 2 en 3. Als je erover nadenkt. Want ik ken bijna geen bedrijven waar het niet speelt. Ja, ik heb het, of heeft gespeeld. Ik, ik ben zo'n jaar of veertig actief als ondernemer. Ik ben twee keer met een medeoprichter of een mede aandeelhouder uh, tot aan de ondernemingskamer gekomen. Dat is wel echt vreselijk. Het vreet energie. Nou, dat ik ook. Hè? Het kost heel veel geld. Eén uh, zaak gewonnen, één zaak verloren. Ja, dat is echt. Uh... Nee, we zijn alleen maar verliezers, maar je wil niet, kijk, het zit niet in de mens om negatief te praten voordat je start. Hè? Want dat het trekt ook alle, alle energie weg. En we hebben het eerder gehad over zo'n sha, zo shareholder agreement waarvan dan gezegd wordt, joh luister, we schrijven even op, kijken we nooit meer naar. Dat is totaal leugen, want je kijkt er altijd naar. Mm. Ja, het dat is komt een beetje, altijd een keer zo. Zeker de klauwen, als het uit de klauwen ja, ja, loopt. Nou ja, ik, ik ken de cijfers niet, ik hoor ze graag. Hoe vaak het fout gaat: ja, ruim twee derde. Nou, dat is toch ongelooflijk? Ja, dus dan heb je een fantastisch product. En, uh, en, en ook in de situatie dat je wel een financiering krijgt. Uh, dat de investeerders geïnteresseerd zijn, maar dat het klapt op het team. Dat is ongelooflijk. Twee, twee derde. Ja. Ik wist niet dat het zoveel was. Ja, het is echt extreem. Maar en, dat zou je een en wat zijn, wat zijn starten, dan de, de meest uh, voorkomende problemen die, die zich voordoen? Verschil in commitment. Ja? ja. Dat, dat, dat is echt nummer één. He, dat, uh, en dat is ook heel, heel vaak even van de eerste vragen die we stellen als we met, met een start-up of met een gevestigde onderneming uh, zitten. Van, uh, hoe zitten jullie hier in de wedstrijd? Ja, want is dit het enige dat je doet, hè? richt je, je helemaal op deze onderneming? Of, of heb je nog zes andere dingen? Mm. En, en, en zodra je dat hoort, hè, dat iemand uh, nog, uh, nog heel veel andere dingen doet, ja, dan, dan is dat wel een rode vlag. Het is ons heel actueel, hè? Trouwens, hè, bij No Ciling, weet je, We hebben een investeringsbedrijf met uh, vijf founders, vijf partners. Waar niet iedereen uh, uh, gelijkmatig zijn uren uh, ja, verdeelt eigenlijk over het bedrijf. Maar daar hebben we heel zorgvuldig ook over gesproken. Ja. We hebben het benoemd en we benoemen het eigenlijk iedere keer weer. Van, ja, dit is wat er is. Ja. Maar dat kan dan omdat daar met respect. Uh, exact. Over en daar, <coughs> daar start het mee. Hè? Dat, hè, dat, uh, dat je ook uh, met elkaar een platform uh, bewerkstelligt. Dat je daar goed met elkaar over kunt, uh, kunt spreken. En, uh, uh, een gesprek van een week of twee geleden met ook een start-up. Daar werd gezegd: Van ja, eigenlijk vind ik het belangrijkste niet zozeer om te horen hoeveel tijd je met andere dingen bezig bent. Maar het gaat er vooral om hoeveel frisse tijd heb je voor ons. Ja, en dan moet jij dus echt een frisse, frisse tijd, even tijd even Frisse tijd is dat, hè, dat je echt hè, je hoofd leeg hebt om met deze onderneming te vuur en te zwaar bezig te zijn. En niet hè, dat je op dat moment nog met allerlei andere dingen in je hoofd zit. Want ja, dan is dat niet echt de tijd die je dan aan je onderneming besteedt. Wij hebben samen, samen uh, aan de wiegen staan van Startup Bootcamp. Bij Startup Bootcamp, elke startup die binnenkomt... heeft minimaal drie oprichters. En die zijn verplicht om eens in een de maand met jou of jouw team... te gaan zitten voor Klopt. die pre-mediation uh, sessies. En wat jij bedoelt is eigenlijk dat drie mensen beginnen een bedrijf en één daarvan zegt ja, sorry, maar uh, mijn schoonmoeder is ziek, volgende dag moet het kind afzwemmen. Uh, en ik heb er nog een klein handeltje in postzegels bij. Ja. En daardoor doen die andere twee meer dan de derde. En dan gaat het mis. Ja, ja. En, en, en soms kan dat heel goed opgelost worden. Doordat wat jij natuurlijk zei, Richard, hè, dat je dat je dat meteen goed bespreekt. En dat dat bijvoorbeeld in uh, in de aandelenverhouding tot uitdrukking komt. Ja. Uh, het, het, en daarin kunnen dingen ook nog weer veranderen. Dus mm -hmm. dat in de loop der tijd, hè, dus dat je in het begin een bepaalde commitment met elkaar hebt afgesproken. En dat dan na een jaar of twee, drie, dat dat wijzigt. En dat kan, kan zijn door een uh, andere interesse, mm -hmm. hè, die ook in de persoonlijke sfeer uh, kan plaatsvinden. Het kan ook zijn dat, uh, ja, dat, je, dat er een unieke kans uh, in, uh, in Silicon Valley voorbij komt, mm -hmm. hè, waar je toch eigenlijk ook nog wel iets uh, in wil doen. En hoe belangrijk is de relatie bijvoorbeeld? Hè? Dus als jij drie founders hebt, die hebben alle drie een man of een vrouw. Uh, want wij, wij, je probeert altijd moedwillig of krampachtig daar een setje van te maken, weet je? Van, nou ja, oké, okay, wij vinden elkaar oké, okay, complementair als team. Dan moeten die vrouwen of mannen daarvan ook mee. Hè? Dat, dat hoor je vaak. Wel, maar gezellig, weet je, een vriendenclubje. Je wilt de partners van, ja, de partners de van de, partner, de vrouwen. Ja. Dus kan een man zijn ja. vrouw. hoe vaak gaat dat fout? Volgens mij is dat ook best wel een, een onderdeel. Nou... Ja, it... Op, op zich dat vind ik die relatie met de achterban, ja. natuurlijk, de steun die er wordt gegeven, is heel erg wezenlijk. Het gaat daarin meer onderling ook over, als je kijkt dus naar de founders, hoe zijn die bij elkaar gekomen? Wat is de achtergrond? En wat ik ook heel veel zie, met name ook bij jonge ondernemers, is dat zakelijk en persoonlijk dat alles door elkaar heen loopt. Dat die mensen elkaar kenden van de studie. Of dat het ook familie van elkaar is. Uh -huh. En dan kan je wel zeggen, ja, met familie moet je, moet je wandelen en niet handelen. Uh -huh. Maar ze doen het wel. Ja. En, en daar zitten natuurlijk ook voordelen aan, omdat je elkaar al heel lang kent. Dus ja. je vertrouwt elkaar. Dus dan is het ook makkelijker om met elkaar zaken te doen. Ja. Maar de keerzijde is dat als dat dan ook misgaat, dat het niet alleen de zakelijke relatie misgaat, maar ook de persoonlijke relatie. Ja, als je het niet goed uitkijkt. Maar maar maar... Jij, jij, jij zegt twee derde van de gevallen gaat het, gaat het mis of ontstaan er spanningen. Ja. En hoe vaak. Uh, leidt het dan tot een soort van scheiding van, waarbij een van de oprichters uiteindelijk vertrekt? En, en hoe vaak kan jij de zaken in stand houden? Um, eigenlijk, dus als je er maar vroeg bij bent, het, dan, dan lukt het altijd wel. En, en lukken is ook een, een ruim begrip. Dat, dat, dat kan betekenen dat, dat de relatie, oké, okay, vuiltjes uit de lucht en, en, en we gaan verder... Of hè, dus dat je dingen al van tevoren goed hebt uitgesproken. Maar het kan ook betekenen dat doordat je indringende gesprekken met elkaar hebt... dat iemand zegt van ja, ik moet hier gewoon weg. Dit is toch uiteindelijk niet mijn ding. En dat is ook heel belangrijk. Mm -hmm. hè, want hè, dan zit je ook die onderneming verder niet in de weg. En dan ga je op een goede manier nemen je afscheid van elkaar. Dat kan dus ook een uitkomst zijn. Hey, Rolof, dit is niet schaalbaar. Hè? Dat werk wat je doet is niet te automatiseren. Dit is nog mensenwerk of niet? Ja, het is, het is echt mensenwerk. Het is geen test maar, die je invult, toch? Nee. Ja. Kijk, een test wel in de zin van dat je start met... dat je, dat je naar elkaars persoonlijkheid ja, gaat die zitten snap kijken. Nee, ja, maar, maar de, 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 het zijn, de kern is het gesprek dat je met elkaar voert. Ja. En, wat, en dat heeft ook corona wel met zich meegebracht. Is dat de, de, de belangrijkheid van dat fysiek met elkaar zitten... dat heeft denk ik wel afgenomen. He, dus, en daarin zie je ook uh, dat wij eigenlijk ook uh, binnen de, de pre-mediation... Uh, dat we ook een, een nieuwe tak hebben opgericht, Let's Resolve. Die zich puur richt op, uh, op online uh, 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 bijeenkomsten organiseren. Dus gesprekken met elkaar te voeren. Ja, maar uh, hoe, hoe gaat die pre-mediation in zijn werk? Mensen beginnen een bedrijf. Uh, dan vraag jij ze om een psychologische test te doen. Dus je gaat kijken van hoe zitten die mensen in elkaar? En dan? Uh, voor mij is dat, uh, dat is, ik, ik ga niet naar die test zitten kijken van oké. Okay, als die test uh, bij wijze van spreken negatief is, dan kunnen jullie niet met elkaar omdat de een te veel rood en de ander te veel groen en de ander te veel blauw is. Uh, de, de, het, het is iets wat je, uh, wat je erbij neemt, maar het gaat vooral om, uh, om het gesprek daarin met elkaar te voeren. En wat je dan wel krijgt, en inmiddels uh, uh, met twaalf jaar ervaring dan heb je ook zo'n beetje alle problemen, allerlei dingen die zich kunnen voordoen. Die heb je wel meegemaakt. Ja, en ga je dan eerst met de individuele eh, personen praten of praat je eerst in een groep met Nou, meestal hè, als het gaat om hè, dat er niet al echt iets aan de hand is. Want hè, als je het vergelijkt met mediation, hè, waarbij er echt een conflict op tafel mm -hmm. ligt, dan heeft het vaak de voorkeur om eerst eens even alleen eh, iedereen, dus individueel, te, te horen omdat mensen dan toch nog iets opener zijn dan wanneer je in een groep met ze, mm -hmm. met ze, met ze spreekt. Maar bij de, bij, bij de preventieve mediation praten we met het hele team. Mm -hmm. Maar bij mediation ben je eigenlijk een soort van ja, psycholoog toch ook? Dan ga je toch echt wel wat dieper dan. Uh... Nou, ik, ik denk dat bij, bij mediation dat het heel belangrijk is dat. En het, ons concept is ook dat we het met z'n tweeën doen. Zeker ook als een team wat groter is. Je moet toch al ogen bijna in je achterhoofd hebben. Maar hoeveel mensen zitten er in jouw bedrijf? Met hoeveel mediators doe jij dit? Met ze tienen. Mm -hmm. en, en altijd uh, samen dus? Ja, het uitgangspunt is met z'n tweeën. Soms ook met een voorkeur man-vrouw. Uh, en waarbij de een uh, bijvoorbeeld een organisatiepsychologie, psycholo -organisatie achtergrond heeft. En de ander, zoals ik, een juridische achtergrond En, en dan, dan ook krijg je ook ondernemers beetje, of niet? Heb je Ook ondernemers zitten, ook on ervaren ondernemers uh, bij, maar ook iemand uh, die, uh, die in de hoge raad heeft uh, gezeten mm -hmm. en die vanuit die optiek de, de klappen van de zweep uh, kent. En? Dus het is een heel gevarieerd gezelschap. En hoe vaak leidt pre-mediation dan uiteindelijk toch tot een conflict wat gemediëerd moet worden? Hoeveel, hoeveel procent van de problemen weet je te voorkomen? Um, nee, nou, eigenlijk uh, wat je uh, wat, wat ik het meeste zie is dat door de preventieve mediation... en dat loopt dan van jaar tot jaar loopt dat door. He, dus dat, uh, dat dat zelden of nooit echt in een mediation eindigt. Maar dat doordat ze je kennen... dat er dan wel elders bijvoorbeeld in een onderneming... of met een investeerder... of met een, uh, een, een teamgenoot he, die, uh, die geen equity stake heeft... en dat daar dan wel een conflict echt mee is... Mm -hmm. en dat je daar dan de mediation doet. Ja, ja, Wat want is nu dat je als klant dan? Tot hoe groot uh, groeien die klanten, die, die bedrijven? Um, Ik kan me denken dat je begint met een kleine start-up. Die zijn drie man bij jullie dan. Ja. Uh, maar dat groeit door. Maar is dat dan ook nog... Heb je ook een soort van subscription model dat je zegt... oké, okay, ze zijn 500 man groot en je hebt ze nog steeds in de mediation? Ja. Je hebt een, een aantal die, die, die blijven daarin. En dat, ja, dat is dan ook een proof of concept, en de gesprekken bevallen, en men ziet daar dan een meerwaarde in, en dan, dan blijf je ook gaan. Het is ook niet afhankelijk van de grootte van de onderneming, nee. omdat ik ook buiten de, de, zeg maar, de start-up zie. Zie ik dat het ook steeds meer. Uh, dat er vraag daar is om, uh, om die gesprekken te voeren. Maar je komt ook wel eens bij leden van Raad van Bestuur die zeggen van laten we pre-mediation doen. Ja, bij een grote onderneming komt het ook ja, voor. Ja. Ja. En, en wat is. Ik weet dat jij geen namen mag uh, noemen en al helemaal geen rugnummers. Maar wat is nou de meest interessante zaak die je tot nu toe onder andere hebt gehad? Nou, eigenlijk de mooiste, en die zit, die zit ook in de, in de stal van Startup Bootcamp. Mm -hmm. Daar um, ik denk dat uh, ik vier keer een uh, co-founderswissel heb meegemaakt. Met, hè, met de oprichter. Bij één bedrijf? Bij één bedrijf. Ja. En, uh, Dan zou, toen, ik, toen, zou ik moeten kunnen nakijken toen, wie dat is. Maar jij, dat is wel misschien goed om even te melden. Ik ben een ja. van de oprichters van Startup Bootcamp. Ja. Maar jij mag niet met mij praten over sure. dat concrete zaken. Hè? Ja. Dat is, uh, ja. ja, dus we hebben een protocol met de pre-mediation dat... Uh, Natuurlijk uh, is het ook in het belang van Startup Bootcamp... dat het goed gaat met, uh, met de onderneming. Um, yeah, maar er wordt niks gedisclosed over wat er in die gesprekken... Met mij mag je is. daar wel over praten. Dus als Ruud even horen. Nee, ja, dat oh, ga ik even niet. weg. Nee. Oh, dat is een <laughs> tegenval. Nee. Die pak ik even Nee, maar dan heb je één mee. oprichter... Nee, maar nog even dat voorbeeld ja, nog ja. even af te maken... Dus die, de, de, die, die oprichter hadden we vier keer begeleid... Uh, en de vijfde keer kwam hij individueel langs. En die zei van, Roelof, ik denk dat ik ermee stop. Ik ben hier niet geschikt voor. Mm -hmm. ja. en, uh, toen waren al vier mensen gefrustreerd vertrokken. Ja, nou, de, de, dus de, de gesprekken brachten wel met zich mee... dat het uh, op een goede manier af, uh, af werd uh, gerond. Maar ja, bij, hij wilde eigenlijk die vijfde keer voorkomen. En zei, ja, misschien moet ik hier wel mee stoppen. En het is toch ook een moeilijke business. En ja, toen brak corona uit... En toen bleek dat het businessmodel waar zij mee bezig waren echt top was. En uiteindelijk dus is dat bedrijf verkocht. is een geweldige exit. Ja, weet ik over wie we het hebben. Ja, ja. exit boven de 30 miljoen zelfs. Ja, ja. ja opmerkelijk. Um, maar dan heb je zo'n oprichter. En dat botert niet lekker met die andere oprichters. En dan besluit er eentje te vertrekken. Uh, en laten we even voor het gemak zeggen, ze hebben alle drie 33% van de aandelen. En die ene meneer die vertrekt, die zegt nou, ik ga naar Zandvoort. Aan het zee, ik ga lekker uh, op het strand liggen en die andere twee die, uh, die maken het bedrijf maar lekker groot. Ik heb toch een derde van de aandelen en uh, ze doen hun best maar. Ja. En als het heel veel geld oplevert dan cash ik lekker mee. Klopt. Uh, in de basis is het zo dat, en, en dat vereist dus ook dat je daar dan ook weer goede gesprekken mee voert, is dat uh, als je, ook als je naar een aandelenverhouding kijkt, uh, dan, dan hoort dat toch een weergave te zijn van verleden, heden en toekomst. Ja. Hè, dus door dan toch ook te bespreken van ja. Kijk, ook in het kader van less is more. Dat als jij toch. Want je bent niet meer actief in die onderneming. Als jij toch afstand doet van een stukje van jouw aandelen. Dan, ja, dan zit je ook potentiële investeerders niet in de weg. Door dus eigenlijk alle aspecten die daarbij spelen. Die dan een rol kunnen spelen. Waardoor je ook gevaar bent voor de onderneming. Als stille aandeelhouder met een derde van de aandelen. Ja. En negen van de tien keer wordt het dan opgelost. Ja, maar en, de, en, da, en daar speelt dus een belangrijke rol... dat je dus ook als, als mediator, als uh, tussenliggende partij... dat je uh, ja, daar dan ook de juiste topics dan op tafel weet te leggen. Maar elk bedrijf heeft een aanhoudersovereenkomst... met meerdere oprichters, mag je uh, veronderstellen. En Het is een beetje te vergelijken, Richard, met de huwelijkse voorwaarden. Mm. Ik heb het al maar één keer meegemaakt... maar ik heb inmiddels twee huwelijken achter de rug. Mm. En, uh, dus ik weet uh, een beetje hoe dat gaat. Uh, is het niet veel verstandiger dan uh, om in een heel vroeg stadium tegen die oprichters van die bedrijven te zeggen: hé, hey, stel dat een van jullie weggaat, laten we dan nu alvast afspreken wat er met je aandelen gebeurt? Ja. Uh, mm -hmm. Nou, dat is ook eigenlijk wat je heel veel ziet bij jonge ondernemers, ook in het kader van, uh, ja, we hebben eigenlijk nog niks, hè? We, hebben nog geen, we hebben nog geen klanten, uh, we hebben nog geen omzet en we moeten het allemaal nog maar zien. Dus die, die overeenkomst, dat komt wel. Dus, ja. het, dus ik zie ook heel veel hè, dat mensen starten met... oké, okay, we moeten een bv'tje hebben. Hè, en daar zitten we dan allemaal met aan, als aandeelhouder in. Ja, ja, en dan zit je dus aan elkaar vast. Ik denk ook dat het erg leeftijdgebonden is. Hè. Dus als je jong bent en je begint een bedrijf... Ik heb het nu ook natuurlijk bij, bij Lightyear gezien. Dat waren gewoon studenten. Die zaten daadwerkelijk nog op de universiteit en zijn dat bedrijf begonnen. Ja. Ik denk dat ze het nooit meer zo zouden doen. Maar hebben die ook ruzie gekregen, die oprichters van Leitje? Kijk, jullie mogen er niet over praten. Maar ja, dat is bij mij natuurlijk ook een complexe. Nou goed, dat, dat is dat is, ja, dat... is bijna onvermijdelijk. Ja, in het algemeen gesproken. Ja. Als ja, een bedrijf jezelf. van zo klein naar zo groot groeit met 600 uh, medewerkers. Ja, ja. Ik denk dat het ook een hele mooie is om te zeggen: kijk, wat wij nu hebben gedaan met ons eigen bedrijf, Nozieling. We hebben gezegd: joh, weet je, uh, we zijn allemaal wel wat ouder, maar we zeggen, kijk, wat er ook gebeurt. Wij gaan voor elkaar zorgen. Punt. Dat is ook een hele fijne regel om in, te, in je sja uh, neer te zetten. Hè? Dus stel dat er met je gezondheid iets gebeurt. Absoluut, ja. Of je je gaat scheiden. Of echt een serieus iets. Dat je zegt, joh, weet je, wij zorgen ervoor... dat jij nooit in de problemen komt. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Ja. Ja, die vind ik prachtig. Ik, ja. ik heb ooit met Patrick, mijn... Uh, wijlen mijn uh, compagnon... Ja. Uh, co-founder in Startup Bootcamp afgesproken... dat wij in ons testament... een regel opnemen dat onze nabestaanden... never ever... Uh, onze bedrijven en de continuïteit daarvan... in gevaar mogen brengen. Ja. Vond ik ook een mooi. Ook een mooi. Ja. Ja. ja, het is het, het makkelijkst eigenlijk te doen voordat iets, laten we zeggen, succesvol dreigt te worden. Hè? Ja. Want dan krijg je dat andere belangen. Want ja. wat dan ook heel lastig is volgens mij in jouw werk, is dat je, je zit met die founders, uiteindelijk komt er venture capital bij, hè? dus geld van een ander. Dat zijn enorme. Ja, weet je, dat, 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 dat maakt het allemaal complexer, want die vinden er ook wat van. De een ligt misschien iets beter bij die, bij die investeerder dan de ander. En, en dat zorgt ook voor een hoop rumoer, eigenlijk. Dat leidt ontzettend af. Ja, en daar hebben we ook wel regelmatig gesprekken mee. Ja, ja, dat tussen, me tussen de founders en dan de investeerders die er later ja. bij komen. Ja. Roelof, je had het net over dat de meest voorkomende problemen ontstaan. door het commitment. Dat een van de oprichters meer tijd besteedt aan het bedrijf dan de ander. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je samen een bedrijf begint en dat je afspreekt, we gaan allemaal klanten binnenhalen, we gaan ons uiterste best voor doen. En er is één persoon die haalt al het geld binnen en de ander, je lukt het helemaal niet. En dan? Ja. Komt dat veel voor? Uh, ja. Uh, ik zie het met name als je het hebt over uh, op, op fundingterrein. Uh -huh. dat, uh, dat dan een van de, van de founders he, heeft dan eigenlijk als taak om dat uh, te regelen. Dus iedereen die zit daar naar te kijken. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook heel vaak een iets gemeenschappelijks. Hè? Wat, ja, hè, want wat... die, die persoon die heeft ook een enorme last op zijn schouders. Want als dat niet lukt, dan is ja, dus het bedrijf uh, komt in de problemen. Ja. ja. En, uh, uh, of dat levert soms op dat dan die andere twee of die andere drie. dat die daarin ook een rol uh, mee gaan spelen. En mm. uh, dan wat dat volstrekt helder is. Dat, uh, 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 dat, uh, want er bestaat natuurlijk een ondernemer. dat meer taken dan om geld bij elkaar uh, te rapen. Maar dat, dat, die, dat die evenwicht. Dat hij er wel is, dus dat je dan wel je andere dingen goed doet. Ja, het gaat om de balans. Het gaat absoluut ja. om de balans. En, en zijn er ook conflicten die puur uit privé situaties uh, ontstaan, dat uh, mensen elkaar gewoon, ja, die zien elkaar zoveel, want het is zo intensief, die mogen elkaar gewoon niet meer. Uh, komt, uh, komt ook voor. Wat, wat me nu nog te binnen schiet, is dat, uh, 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 dat je soms ook ineens hele uh, yeah, ook, ook persoonlijke dingen ziet gebeuren in gesprekken die je totaal niet, uh, niet verwacht. Is dat uh, eh, vrij recent uh, een gesprek gehad uh, met een um, onderneming uh, uh, in een ander EU-land. Um, dat werkt ook internationaal? Ja, ja. ja want dat, dat is ook. Het is eigenlijk ook anytime, anywhere. Je, 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 zeker ook uh, doordat je veel dingen ook uh, online uh, kan doen. Is dat, uh, ja, dat je die gesprekken. Ja, over de hele wereld uh, kan, ja. kan voeren. En in dit uh, gesprek kwam aan de orde dat uh, het ging om, om uh, drie jongens in dezelfde ja, leeftijdsfase. En uh, die hadden twee jaar geleden hadden ze tegen elkaar gezegd: Van ja, het zou toch mooi zijn, naast dat we dit dan, uh, dit zakelijke dat we met elkaar hebben, uh, dat ook in de privésfeer, dat we ook de volgende stap kunnen zetten. Mm -hmm. En uh, ja, dat er dus ook misschien uh, kinderen komen. Ja. En, ja, het, zij gingen er ook helemaal vanuit van... oké, okay, dan gaan we daar nu aan beginnen. En dan zitten we straks ook op dat vlak... zitten we onder same page. Oh, alle twee. Dus alle, drie. Drie. In, alle, alle drie. Alle drie. Maar, maar, maar met elkaar? of, nee, of nee. Met, nee, nee, niet met elkaar. Nee, maar dan kom je thuis en dan zeg je... luister, Alex, die gaat met zijn vrouw proberen een kindje te krijgen... dat moeten wij nu ook gaan doen. Zo, zo is het. Nou, de, 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 ja, de dynamiek die hier ontstond was ja. dat... Ja, twee van de drie hebben nu ook een kind. Ja, maar en stel dat je geen niet. kindje kan krijgen. Ja, dat, en, is toch, en, dat is dus toch een dat, regel maar, die... Ja, maar zij, zij gingen met z'n drieën er zo vanuit. He, dit, dit gaat ons ook allemaal individueel lukken. Ja, maar ik vind maar het, het intellectueel zo... van zo'n bedrijf... zou ik niet eens mediation willen doen, als ik heel eerlijk ben. Dus stel dat bij mij iemand komt die zegt... Joh, we zijn hier met z'n drieën en we gaan nu proberen met z'n drieën... Alle, te, alle drie tegelijkertijd dat onze vrouw zwanger wordt... Dat is de, de, was het een mooi bedrijf? Nee. Nou, het, het is een heel goed bedrijf. Het bestaat ook ja, nog. Het bestaat ook. Het gaat nee, heel, nee, maar waar ja. het om gaat is dat dus ook vanuit deze, hè, want je vroeg net vanuit de persoonlijke sfeer, en hoeveel, ja. dat dit dan toch ook een effect heeft. Mm, en, ja. en als je daar dan weer rustig met elkaar over praat. Hè, tuurlijk weet iedereen uiteindelijk, het is niet te gegeven hè, dat, nee. uh, dat je dat allemaal krijgt. Nee. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Zeg, maar ook die, dat dat soort. Welke, dingen volgens mij, spelen. Ja, welke volgens mij ook geregeld uh, uh, voorbij komt, is dat je een soort, hè, dat noemen ze dan, een pivot gaat doen in het businessmodel. Dus je start hier hè, en je zegt van nou, oké, okay, dit gaan wij maken of deze dienst gaan wij verlenen. En dat je uiteindelijk die dienst verandert of het product verandert. En dat je dan ook een soort van, weet je, founders hebben, ja maar goed, we zijn daarvoor ingegaan. Dus even, we gaan niet nu een auto maken met vijf wielen, we hebben echt afgesproken vier. En nou, ja. dat kan je natuurlijk, en nu sergeer ik een beetje in de auto. Maar in allerlei vormen toch? Ja. He, we, we gaan internationaal. Ja, we hadden gezegd we blijven toch gewoon hier. Weet je wel. Dus dat je gewoon het ja. businessmodel verandert. Ja. Ja, het, ook dat soort zaken komen in, in een gesprek uiteraard aan de orde. Het is toch ongelooflijk complex. Ik wil nog even met je praten over diversiteit. Want het is een bewezen feit. Bedrijven met zowel mannen als vrouwen in de top zijn succesvoller dan bedrijven met alleen vrouwen of alleen mannen. Doe je daar een andere vorm van pre-mediation? Zie je daar andere potentiële conflicten ontstaan? Nee, kijk, ik, het is ook van onze kant als wij de pre-mediation doen, dat het ook onze voorkeur heeft om in veel gevallen met een man en een vrouw dat gezamenlijk te doen. En zie je ook dat aan de andere kant bij de onderneming zelf, dat die, dat die mix juist, ja, het goede, juist hele goede resultaten oplevert. Mm -hmm en veel beter dan dat het of het een of juist het ander is. Ja. is het duur? Want dat is remediation? Uh, nou, ik kijk heb, daarin hebben we eigenlijk verschillende regelingen. Soms mm. met uh, het is in het geval van starter bootcamp worden door de door de organisatie gedragen, ja. zodat het ook enorme rekeningen sturen, enorme rekeningen ontvangen wij. <laughs> ja. Nou, daarin, uh, hè, want ja, het, ook als vrije beroeper heb je zo je eigen uren tarieven. Maar vraag jij ook meer geld aan een start-up die heel succesvol is? Als het bijvoorbeeld, een willekeurig voorbeeld, een partij als CentCloud is uh, honderden miljoenen waard. Stuur je dan hogere rekeningen dan daar een start-up die net begint? Daar, ja, op, eh, in principe vragen we daar wel een ander uurtje mm -hmm. voor. En duurt ja, dus, het dat dus, dus equity, echt... of niet? Of is het altijd wel in geld? Altijd in geld. Nooit te ja. lang? Ja, omdat, omdat je, je wil daarin ook onafhankelijk blijven. Oeh. Dus dan is het tijdsbesteding en die breng je in rekening. Maar we houden rekening met uh, de early stage uh, en mm -hmm. uh... zijn het, ja toch even over die tarieven. Hè? Wel, zijn het dan tarieven die je vergelijkbaar kan stellen met uh, advocaten, notarissen? Of... Nee, het is lager. Veel lager. Yeah. Yeah. Ik meen ja. met fiscalisten. Nou oh, uh, uh, ja, <laughs> Roelof is fiscalist. Roelof ja. heeft alles van BTW-wetgeving. Ja, nou, dat is ja. prachtig. Ja. Maar fiscalisten, ik, ik ken er ook een paar, maar dat is niet uh, dat je ze. Uh houd nee. deze wel hoor. Ja, maar dat, ja, en, en, maar dat vind ik ook wel mooi. En, en dan kom je misschien uiteindelijk ook weer bij Sander uh, uit ja. en het evenwicht vinden. Ik vind het zelf heel normaal dat je daarin uh, verschillende tarieven ja. hanteert. Het ja. is voor een start-up misschien soms 100 euro, soms 150. En, en ja, als ik een fiscaal fiscale, ja, ja, ja. advocatuurlijke klus doe, dan is het 500 of 550. Ja. 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 Ik heb soms de neiging om te vergeten dat we net uit een pandemie komen. En dat corona net achter ons ligt. Heb je ja. tijdens corona meer spanningen tussen founders gezien? Omdat het natuurlijk ook best voor heel veel bedrijven moeilijker werd tijdens corona. dan, uh, dan nu. Nou, één interessante was een. Er uh, was, was ook een, was een mediation. Dat bedrijf dat was gestart gedurende de pandemie. Die hebben elkaar fysiek nooit ontmoet. En is ook aan het eind van, van de pandemie ook weer uit elkaar gegaan. Hmm. En uh, ik, ik heb uh, de founders ook zelf nooit live ontmoet. Nee. En, ja. en, uh, en uh, zij elkaar ook niet. Nee, nou is En uh, we hebben dat hele traject hè, uh, 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 ja, eigenlijk prima met elkaar uh, digitaal kunnen doen. Okay. Dus... Ja, ja, het, is het, is, het is geweldig om een kijkje te krijgen in de wonderlijke wereld van Roelof. Ja, Vos. Nee, maar kijk, vorige keer zaten we met die schuldensanering. Ik vind dit echt een waanzinnig interessant onderwerp. Maar ook gewoon een must maar Ook heel het. belangrijk. Hond. Nou ja, maar goed, kijk, ik lach er wel eens om. Maar de, de, ik heb het meerdere malen van dichtbij mogen meemaken. Het is als, kijk, als het gebeurt, beter laat. Ja, bijna, hè? want dan krijg je dat mediation. En dat is echt een hoop gedoe. Want ik zal niet vragen de cijfers van mediation, wat dat allemaal. Uh, Hè, welk percentage daar nog goed uitkomt? Ik denk dat dat een stuk stuk lager ligt dan als je het uh, pre-mediation uh, ook ja. hebt afgenomen. Maar je, gaat, je denkt. kijk, mensen zijn niet geprogrammeerd om negatief te denken. Mm -hmm. Behalve, zou, zou daarom pre-mediation nog zo'n onbekend fenomeen zijn? Nou, ja, heel veel ik partijen we, hebben er nog nooit van gehoord. Nee, maar ik zei net, dit moet een sieren slogan worden. Dat vind ik echt. Hè? Dus mm -hmm. even dat MKB, even dat ondernemerschap, dat starten, dan moet je ook eens gewoon goed nadenken van joh, wat houdt dat nou in. En altijd... Kijk, ondernemers kunnen niet negatief denken. Want anders ga je nooit ja. ondernemen. Je denkt niet, nou ik begin een bedrijf... dat zal wel totaal omvallen binnen nu en twee jaar... en ik krijg één bakkelende met die founder. Ja. Nieuws daarentegen... verkoopt alleen maar slecht nieuws. He? En hoe mooi zou het nou zijn... om een soort van combinatie te vinden in het geheel. Dus ik vind dit ook een rol van de overheid. Want dat wordt zo ongelooflijk gepusht. Zo van, joh, weet je... wees ondernemend, kijk naar de mogelijkheden. En in Nederland is zo'n ondernemersland... Al lang niet meer natuurlijk. Hè. Gaan we het nog een keer over hebben? Zeker. Daar is... kunnen we uren over praten. Nee, maar dat is, al, dat is al jaren, laten we zeggen, teniet gedaan, vind ik. Maar het kan weer terugkomen. He, en dan vind ik dit echt een heel mooie... Ja, maar je, en ziet, en je ziet hier dat ook, ook dat, he, het belang van onze stelling... dat het team veel belangrijker is dan het idee. He? Een goed team kan van een slecht ja. idee nog een gebakje maken. Een slecht team helpt elk goed idee om zeep. En een Zeker. goed team weet ook met een ander idee verder te gaan. Juist, he, ja. en dat ja. maak jij ook veel, uh, veel mee. Nou ja, ik heb ooit gezegd, kijk, dat is wel grappig, team. He, dus uh, T-E-A-M. Uh, dat gebruikte ik vroeger in de trainingen die ik dan gaf. Waar, kan je, waar staat dat voor, team? Enig idee? Nee, nou... Together, everyone achieves more. Ja. Ja, Als is, het goed is. is. Heel corny, maar het is toch wel mooi. Ja, zeker. Roelof, ten slotte, werkt het ook voor privé situaties? <laughs> Zie je ziet ook wel eens dat mannen en vrouwen die hebben een probleem en die zeggen, of die, die voelen een probleem aankomen, die weten wat jij het werk dat jij doet. Ja. En die zeggen: roelof, uh, het wordt een beetje spannend. Ja. Help me. En, en doe je dat dan? Uh, zo af en toe. Ja? Het, is, het is al voorgekomen om. Uh, zowel ja, omdat je, ja, je bent al zo bezig met uh, proberen conflicten te voorkomen. Uh -huh. Dat ook in uh, huwelijkssituaties uh, een aantal keren hebben gedaan. En zelfs dat, dat je dan op een gegeven moment ook gevraagd wordt om dan, uh, je met een echtscheiding ja. ineens uh, te bemoeien. Ben je zelf getrouwd, Roelof? Ja, ik hou altijd van vragen. Zonder erover na te denken. Daar ben ik getrouwd uh, geweest. Geweest, oké. Okay. En nu gelukkig uh, samenwonend. Oh, okay. Dus je hebt even Met zowel dan... een goede band met mijn kinderen als ook Oh, met dat vind ik, dan ben ik heel blij. Heb jij überhaupt wel eens ruzie? Want als pre-mediator en mediator, je voelt het aankomen. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, dat, dat, dat is toch ook dat je altijd ziet dat op het moment dat je niet in je rol zit als bemiddelaar. Ja, ja dan, dan ben ik net zoals jullie en, en iedere andere mens. Toen ik heel veel televisieprogramma's uh, maakte... toen filmde ik nooit thuis mijn kinderen. Want ik was blij als die camera Zeker. weg was. Hè. Dus nu is het, je zo je is het anders. bij de mediator ook al een beetje oh, thuis. Je hebt altijd ouder. ruzie eigenlijk. ja nee, maar Het is ook een van de topmediators, uh, McIllivary... Die, uh, ja, die was zelf vijf keer gescheiden. Ja. Dus dat. dat, dat ik, ik, ik heb altijd even één ding. Kijk, even, dat huwelijk, dat is ooit ontstaan, honderden jaren geleden, toen mensen niet ouder werden dan dertig. Dan is het nog uitlegbaar. Dus je bent achttien of zeventien, weet ik het. En je wordt niet ouder dan dertig. Maar stel nu dat je 130 wordt, waar het naartoe gaat mensen overlijden zometeen misschien niet ja. meer. Nou, dan heb je nou werk. Ja. als mediation in de privé sfeer denk maar, ik. Maar jij bent al honderd jaar samen met Iulze. 30 jaar zo. met Iulze. En wat is, is het altijd... geheim, Richard? Nou, ik weet het geheim niet, maar ik, ja, weet je? Kijk, nou, nou, ik weet het geheim wel. Kijk, ja, je kan altijd denken, kijk, links is nog mooier en rechts ook. Maar ja, weet je, als je dan rechts staat, dan is het weer mooier ja. rechts. Dus ja. dan blijf je aan de gang. Ja. Dus maar maar nog even terug in. te komen ook op die privé sfeer. Ja. Daar heb ik wel echt nadrukkelijk nou, altijd de voorvraag van. Ik wil je wel helpen, maar niet als het om een vechtscheiding gaat. Nee, ja, heb ik Sorry, geen zin man. in. Nee, want dan is het ook geen pre-mediation meer. Dan nee. is het echt de heftige mediation om de rechter te voorkomen. Ja. Ja. Maar pre-mediation doe je ook wel bij echtparen. Ja, ja. Maar de, het, 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 de dagelijkse, dagelijkse gewin is er in de zakelijke ja. sfeer. We ja. hebben nog uh, maar weinig, nou, weinig tijd. We hebben nog tien minuten, ruim 10 minuten. Maar zou het onderwerp pre-mediation hier willen afsluiten? Nog heel eventjes om te luisteren. Natuurlijk allerlei oh, ondernemers. Die voelen een probleempje aankomen. Waar kunnen ze je vinden? Ehm, ja. uh, partnermediation.nl. Ja, en ook uh, roelofvost.nl, toch? Ook. Ook roelofvost. Farsight dus een mooie huren. Ja, partner-mediation. Rolof, uh, blijf bij ons uh, en praat vooral mee over de volgende onderwerpen ook: geschrift of geniaal? Ja, en, uh, in onze rubriek uh, Geschrift of Geniaal vandaag. Een, ja, opmerkelijk bericht wat ik, uh, wat ik vanmorgen tegenkwam. Om financiële schade door oplichting te beperken... gaat de ING-bank de standaard daglimiet in haar app... per 8 februari verlagen van 5.000 naar 2.000 euro. Klanten die de limiet willen verhogen in die categorie... vrees ik, jij en ik, Richard... Uh, krijgen te maken met een wachttijd van vier uur. En een verlaging van de limiet gaat onmiddellijk in. Is dit slim, Roelof, om ja. uh, um die, um die daglimiet te verlagen... van 5.000 naar 2.000 euro? Um, nee, ik denk, ik, denk, ik denk dat die prima 5000 En In ieder geval zou het goed zijn dat je die snel kan aanpassen. Ja. He, dus ook al zit er een automatisme in dat die lager wordt, dat je hem ook heel snel. Weet je waar je overkomt. het grootste probleem zit bij Holland Casino. Oh ja? ja, want vier uur wachten als gokker, laten we zeggen, terwijl je geld nodig hebt om je verlies nog groter te laten worden, ja. dat ben gaat irriteren. Dus. Jij bent professioneel poker. Zeker. Ja, ja. Ik weet er ook alles van. Ik heb meerdere malen altijd bij zo'n uh, ding gestaan. Even, maar dat, er waren nog geen pinautomaten. Maar daar wil ik nog wel eens. Kijk, dit is door de ING. Uh, hmm. uh, dat is tot nu toe de enige bank die dit heeft gedaan. Ja. Uh, denk jij dat veel banken gaan volgen? Nou, ik hoop van niet. Hmm. Ik, ik, ja, maar ik heb een, een iets ander uitgavenpatroon. Overigens, ik was ooit een keer met een befaamd Nederlands ondernemer. Ik zal zijn naam uh, niet, niet noemen. Was ik in Londen en uh, die, die zei tegen mij... Ruud, heb jij geld bij Ik zei, nou, zeker hoeveel moet je hebben? Een paar honderd euro. Ze zei, nou, wil even een horloge kopen. Heb je even 10.000 euro voor me? Ja. Nou, daar liep ik niet mee. Cash mee op zak. Ik nee, natuurlijk nog steeds niet, niet, dat slaat ik nergens op. Dat is toch, toch een beetje bizar. Maar dat hele cash is toch eigenlijk een beetje achterhaald. Er zijn nu landen die cashloos willen zijn. Hè? Ja. Gaan helemaal geen cash ja. meer. Maar het is, ik, ik vind het toch opmerkelijk dat mensen die betalen rekeningen... En, dat daar op een gegeven moment een daglimiet op, op komt, vind ik er en toe. Maar ja, misschien komt het door de bubbel waar wij in zitten. Ja. Dat, nou, uh, kijk, je moet ook mensen beschermen. Ik denk dat het, laten we zeggen, ook nog wel. Misschien een beetje wat ik tegen hè, dat, dat gokken in casino's, waar als jij grote uh, get, get, getallen kan pinnen, ja. en dat je dan vier uur moet wachten voor het volgende. Ik en denk en dat jij het, als professioneel pokeraar dat dat niet uh, gewerkt voor jou. Uh, nou, dan had ik van tevoren denk ik meerdere keren. Ja. Ja, pokerde uh, jij echt met grote bedragen. Nou, in de periode van Las Vegas, deed ik, nou ja, ik ben niet grote bedragen. Kijk, er was er geen internet en geen mobiele telefoon en niks. Dit is in 1986, 87. Maar noem eens wat je op een dag verdiende of verloor. Oh nee, ik kon, ik, ik, kijk, de, ik kon echt wel 50.000 dollar verliezen op een dag. Ja. Holy cow. En en, en kon ook winnen trouwens. Okay. Ja, dat is dan toch wel heel prettig. Ja. Goed, we gaan naar de Ondernemer van de Week. De Ondernemer van de Week. Ja, dit is een onderneemsteur. Eva Gauwens is CEO van Fairphone. Ja. Die overigens vorig jaar nog voor Tony Cioccoloni werkte. Ze is erin geslaagd om 49 miljoen op te halen. Ja. Bij onder meer InvestNL, waar ik commissaris ben. Full ja. transparency. Ja. Verphone is opgericht in 2013. En die maken een telefoon die zo lang mogelijk mee moet gaan. En ook volledig te repareren valt. Ja. Dus je kunt daar onderdelen uithalen, nieuwe onderdelen inzetten. Uh, natuurlijk ontzettend duurzaam. En dat idee trekt heel veel impact-investeerders ze aan. Ze hebben uh, in 2021 zo'n 100.000 telefoons verkocht. Dus ja. een fractie van de 1,4 miljard telefoons die er in een jaar over de toonbank uh, gaan. Mm -hmm. En wat gaan ze doen? En dat vond ik wel een aardige, Richard. Ook gegeven jou. Huidige situatie bij Lightyear. Mm -hmm. Ze gaan die investering gebruiken om een grote groep kleinere aandeelhouders, voor een deel crowdfunders. Jij bent te geen kopen. crowdfunder. Nee. Om die uit te kopen. Dus wel ja. netjes van Eva Gouwens. Ja, dat is netjes ja. Maar volgens mij doet ze zichzelf ook een klein beetje uitkopen. Of niet? Oh, nee, niet dat ik weet. Oh, okay. nee, Alleen nee, de, nee, de kleine... Oké, okay, nou prima. Ja. Nee, dat is, dat nee, zij is heeft het bedrijf niet opgericht. Zij zit daar nu een paar jaar post. Nou, wat helemaal bijzonder is, is dat, laten we zeggen, InvestNL... of iedere partij die daarin is ingestapt met die 49 miljoen... dat accordeert. Want meestal gaat geld niet naar mensen die er beter van worden... Ja, maar naar de innovatie van ik, bedrijven. Ik neem aan dat dat een klein stukje ja, van die 940 is. Ja, ja, ja. Dus, nou, dat zou ik wel willen weten, welk percentage. Ja, dat, op, is, dat opschonen van de cap table, leg even uit wat dat is. Nou, dat betekent, er zijn veel bedrijven die klein beginnen... met heel veel uh, aandeelhouders. En op een gegeven moment is dat gewoon niet meer ja, uh, te handelen eigenlijk. Hè? Dus dan zeg je op een gegeven moment: van, Nou, misschien is dit het moment. Als je echt institutioneel geld. of groot venture capital geld binnenhaalt. dan wil je zo schoon mogelijk. cap table hebben. Mm -hmm. Dus mensen die belang hebben in dat bedrijf. En die ook nog actief zijn. En die ook nog actief zijn, ja. ja. Heb jij regelmatig mee te maken met het opschonen van de cap table? Ja, zeker. Ja. wel. Ja. 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 Je verzamelt in de loop der jaren. dan toch nog wel wat inactieve aandeelhouders. Ja, dat, dat komt te... Er zijn hele businessmodellen omheen gebouwd, natuurlijk. om kleine aandeelhouders uit te kopen. Ja, maar ja, de kleine aanhouders zijn wel vaak mensen die, die het, het meeste risico hebben gelopen ja. die het lef hebben gehad om, uh, om daarin te stappen. Ja. De blunder van de week. Deze had ik nog niet gehoord, Ruud. Hij is, het is leuk. leuk, leuk. Ja. Hij is leuk. Uh, van Fred Osten trombone. vroeger volgens mij. Even iets nee, Fred Oster. Ja ja, 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 ja. We hebben kort iets over André van Duin. André even Duin. Cordy Kijk, uit, Richard, want we moeten uh, de luisteraars zijn. van dit programma uh. een beetje jong houden. En als jou voor Fred Oster begint, de TV-presentator. <laughs> ja. Waarmee ik overigens heel veel marathons heb gelopen. Ja. Uh, nee, dat is, ik dat vond het een hele andere lieve man. Tijd. Hij leeft zet, nog toch? Zet uh, aard, bij mij weten we leven uh, Ik hoop het wel. Ik ga het uitzoeken. Ik ga hem bellen. <laughs> dat hoop ik. Maar dit terzijde: blunder van de week, not, yeah. het Natlab. Ja, dat heeft. De CD uitgevonden. Ja. Daar, zijn, uh, daar is de basistechnologie van ASML is daar, uh, uitgevonden. Ja. Het cassettebandje is daar ja. uitgevonden. Dat krijgt nog maar 10% van het totale innovatiebudget. Ja. van 1,7 miljard van Philips. Want ja. Hun nieuwe CEO Roy Jacobs, mm. ja, die gaat uh, kappen in de afdeling Corporate Research. En het natlab wordt een natlapje, want die gaat ja. terug van 570 miljoen budget per jaar naar 170 miljoen. Ja, nou, maar dan kan je bijna net zo goed stoppen. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat het hele ondernemerschap, of laten we zeggen, nieuwe technologie of innovatie, een totaal ondergeschoven kindje is. Ja. Nou, het is gewoon belachelijk, toch? Maar want, het was misschien ook wel een teken, of dat Philips er heel slecht voor staat. Hè? Nou, dat is zeker, ja. Mm dat het zo dramatisch is ja. dat je dat je je belangrijkste onderzoekslaboratorium waar dit soort ja, enorme uitvindingen zijn gedaan dat ja. je dat dat je daarop gaat bezuinigen. Ja. Heel even op Philips terugkomen. We hebben uh, een ander probleem. Ja, nee, maar is dat de trekt de groep, ook een ja. groepen producten. Ja ja, nee, maar daar kijk, dat trekt een enorme wissel binnen het hele venture capital uh, verhaal. Uh -huh. Want er zijn heel veel uh, grote venture capital bedrijven die geïnvesteerd hebben in Philips. Uh -huh. ja, gewoon als een soort van nou ja, weet je, uh, mooi om te hebben. En uh, ook investeren in uh, andere bedrijven. En dat investeren in andere bedrijven kan nu niet meer, omdat ze onwaarschijnlijke losse's hebben geleden bij Philips of nou ja, met de claims die natuurlijk boven. De milieu kwestie. Ja, maar ja, goed. Als jij, laten we zeggen, een product uh, lanceert in Amerika en mensen overlijden dankzij dat product, dan nou, dan krijg dat, je het zwaar. Dan is het eigenlijk hmm. toch klaar. Zou ja. bijna. Maar zie jij nog goed... een toekomst voor Philips? Denk je dat het goed komt? Nou, ik denk dat uh, nou ja, ik, ik denk dat daar de problemen echt wel heel serieus ja. zijn. Ja. De deel van de week. Dit vond ik ook een uh, opmerkelijke. Die, weet je, we, we sluiten toch uh, deze podcast een beetje vrolijk af. Ja. 3I, ja. investeringsmaatschappij. Mega. Kocht Action. Kom jij wel eens bij de Action, Richard? Nee, ik niet, maar kijk, ik heb kinderen, drie stuks. En die, die, die hebben natuurlijk veel van die klussen-dingetjes en veel stiften en alles. Dus mijn vrouw vindt het een hele fijne winkel mm. om daar vroeger naartoe te gaan. Ik vond het altijd al verschrikkelijk. Maar wij hadden Action vroeger als uh, klant. Dus in mijn HSO-tijd. Ja. En toen was Action dus echt zo klein als jij nu beschrijft. Ja, want en er Action, werd lacherig over ja, gedaan, want he? Action werd in 2011 door 3R gekocht ja. voor 130 miljoen ja. euro. Nee, maar. En toen was dat een klein binnenlands detailketentje, ja, ja. bescheiden van omvang, zegt Simon Borrows. Dat is ja. de CEO van 3i. Ja, ja. En uh, op dit moment is die omzet hier wat, wat gestegen. Uh, ze hebben nu een, die omzet die steeg van 700 miljoen toen zij het kocht in 2011 naar schrik niet bijna 9 miljard. Ja. En de waarde van Action steeg in 12 jaar tijd van 130 miljoen mm -hmm. naar 24 nee, miljard. maar het is het succesverhaal van alle verhalen. Dat is wat het is. Maar het ongelooflijk, is ongelooflijk. Ja. ja, dat je door he, massa en scassa... Maar dit is ja, wel, het, dit is wel hele het ultieme grote, voorbeeld van, uh, van massa en scassa. Moet jij er wel eens Olaf? Nee, niet zo heel vaak. Ik nee. moet je zeggen, ik stap daar toch wel regelmatig even binnen. Wat haal je daar dan? Nou ja, ik heb laatst heb ik een vegertje gekocht. Uh, een vegertje. Een, ja, maar een heel slim vegertje, dat kost dan 2 euro. Maar en een en vegertje weg... waar je nog zo gewoon. Ja, nee, nee, een vegertje gewoon zo met een handig handvaartje. Ja, dus nee, ze hebben waar natuurlijk waar... alles uit China. Ja, dus, dus ik heb een paar katten en die woonden binnen. En, die, en, die, en, dan en een veeg je met een dingetje ja, van Action. Dat, ja. Nou, wat heel leuk was, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zeiden mensen in onze bubbel dan, en wij het over hadden, die zeiden van: Ik heb toch zo'n gaaf product gekocht, jongen, daar op de hoek ergens bij Acetion. <laughs> ja. En ik dacht toen AZT, ook nog... A City, jongen. Ik ken het niet, ja. weet je wel. Ik zal er ik volgende, ook een keer naartoe gaan. A jongen. Volgende keer dat ik naar de Action in, ja. ik ga best naar de Kinkerstraat over nee, maar, in Amsterdam. Vlak boven waar ik, waar ik opgegroeid ben. Ja. Hartstikke leuk. Je tip van de week? Nou goed, dat is... Uh, ja, ik, toch een beetje een muziektipje. Hè. Vorige, ik weet niet welke ik eigenlijk vorige keer heb gedaan. maar ik ben. Vorige keer had je de film Beautiful Boy. Nou, daar ga je al. Ik hoop ja. dat mensen hebben gekeken. Serieuze film. Uh, nu is het iets minder serieus, maar wel uh, belangrijk, denk ik. Ik was een ongelofelijke fan van het Goede Doel. Goede Doel. Hè? Dat je natuurlijk ook. Henk, als het, broek, gaat, nou, om geld, nee, als het als gaat om geld. Ja, als het gaat om vrouwen. Als het gaat om alles wat je lief hebt. Wie dan kan dan je, je dan, dan vertrouwen, vertrouwen? Nou, dat is toch redelijk waar we het over hebben. Ja, ja. Non-stop. Dus wie kan je nog vertrouwen? Maar goed. Dan, uh, een paar jaar geleden. En, uh, niemand. Ja, nou ja, toevallig Nienke, die hier dan ook in de redactie zit. Die had die band nog eerder ontdekt. Nou, dat ja. is natuurlijk shocking. En we hebben het over? Ja, Prins S en de Geit. Over? Daar ga je al. Prinsessendegheid. en Ik heb ik heb geluisterd. Ja, fantastisch man. ik ben ook fan geworden van Goldband, Maar vertel eerst even wat de doet. Nou, dat is een beetje, nieuwachtig. Het is allemaal een beetje knipoog naar vroeger. Het is house. Ja, het is house. Het is Nederlandsstalig house. Ja, maar met hele gave teksten. Ik vind echt hele. Hengt Westbroekachtige teksten. Ja, het is niet lullig in elkaar geflansd. weet je. En het is catchy. Kijk, toen Goldband natuurlijk met noodgeval kwam. Ja, het is niet de hoogste stijger in de top 2000. Ja, wij zijn zo oud dat we top 2000 luisteren. Maar dat geeft niks. Ik niet. Jij ook als je 18 mee kan je de ja. prima naar luisteren. Maar goed, nou die, dus die Prins S en de Geit, ken je die? Mm -hmm. Echt waar? Hoe kan dat nou? Het ja, is ook kinderen. Jezus, nou, geweldig. Wat vind je ervan? Um, echt, voor kinderen... Voor kinderen. Nou, ik nou, wil een kind blijven. Ik ben er heel blij mee. Ik luister het in. Ik mijn vind auto. het hele volwassen. House en inderdaad een hele goede tekst ook. Prinsesse Scott Beekhuis heet iets. Zo is die. Ja. Ja. Mijn tip van de week. Ja. Echt iets voor jou, Rie. Ja, ja, Party feel. Wel eens van gehoord? Uh, nou ja, ik heb er wel eens van gehoord. Nou, Partyful maar, ja. is een app. Ja. Uh, een soort Facebook-achtige evenementen-app. Wat ja. uh, voor hot people. Hè, dus voor mensen die echt van feesten houden. <laughs> uh, en met die app kan je feesten organiseren en beheren. Ja. Hè, dus is echt voor mensen die een feestje serieus Het is dat jouw 60 jaar feest waar je naartoe bent gegaan ook? Nee, serieus? dat is een ander feest. Ik, dat is -feest. niet met Partyful georganiseerd. Maar overigens was het wel heel erg goed. Maar hier kan je dus uh, mensen met die app uitnodigen. Uh, kan je foto's delen. Wat leuk. Avatars erin. Allemaal hard leuk dus party feel uh, ja, feesten voorleven mensen van Amsterdam die serieus of? willen feesten ik woon nee, 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 kom. nee 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 ontwikkeld in Silicon Valley ah, dus dat uh, ja ja nou, wij zijn uh, aan het einde gekomen van uh, deze vierde aflevering van doorzetten Vos hartelijk dank voor je komst we hebben deze ja, aflevering zonder dat we pre-mediation nodig hebben gehad uh, tot een wij danken iedereen Marleen en haar productieteam we danken Nienke voor de jingles en alles wat erbij hoort en maar we danken bovenal al die mensen die kijken via YouTube al die mensen die Luisteren via alle gangbare platformen, de Spotify, de Apple Music. Ja, en de mannen van het geluid, van de enorme werken. Wij zeggen tot volgende week. Zo is het. Tot dan. Dag.